Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Remus. Ik ga nu mijn vlog uploaden. Jawel, mijn allereerste vlog weer al. Die ja, voor jullie gisteren dus online is gekomen. Dus dan gaan we dat heel snel doen. Oei, ik heb hier een fout. Met een extension. Oké. Verwijderen. Ja, verwijderen. Ik moest iets verwijderen dus op mijn computer, blijkbaar. Binnen rest. Oké, dan. Video uploaden. Klikken. Vlogs 173 zitten we al. Damn you. Dat is wel veel. En de upload duurt. Dus even gaan kijken. 2 uren en 9 minuten. Damn you. Hohoho. Dat is wel lang. Dat is heel lang. Dat is heel lang. Dat is heel lang. Psycho TV Valessa, die staat dus nu ook op de upload. En dan ga ik zo meteen ook mijn vriendinneken halen. Ja, jullie weten wie mijn vriendinnen zijn natuurlijk. Klaar, volgende. Aan, vol, klaar, volgende. Dan nog naar onder scrollen, certificatie indienen, volgende, volgende, volgende. Zie je zoveel dingen dat ik moet doen, vooraleer dat ik een vlog dus echt in de upload kan gooien. En dan moet ik ook nog de datums nog prikken en al. Voilà. En dan duurt dat nog 2 uur en 14 minuten vooraleer dat het geüpload is. Allee, ik zie jullie allemaal straks weer terug, want ik ga nu vertrekken naar mijn vriendin toe. Tot zelfs in de auto. Zo, ik ben nu onderweg naar mijn auto toe. Natuurlijk, ik moet mijn deur ook wel open doen. Of wat? Kijk ik niet buiten. Natuurlijk ook achter mijn kont sluiten. En gehoord, ze is ongeduldig om mij weer te zien. Oh, wat was dat? Yeet. Hadden jullie dat ook gehoord? Yeet. Zelfs dan ook nog kijken. In mijn brievenbus. Het gaat al iets beter met mijn rug, omwille van dat ik ook mijn pijnstillers heb ingenomen. Oh. Weeg hè. Een bepaalde medicatie, daar slaap je wel eigenlijk wel heel goed mee. Hè. Hoe noemt het dat weer al? Trabinol of zoiets. Daar slaap je echt heel goed van. Dus die pak ik alleen hier nog maar 's avonds, niet meer overdag. Dus jullie in de houderke zetten. Voilà. Deurke toe. Ja, mijn zetel zat op 6:30. Die wil ik even terug recht zetten. Voilà. Dan nog mijn... Ik was weer al zo aan het draaien, hè. In mijn stopcontact. Wat voor muziek is er op de radio? Coldplay en de files, want ondertussen is het bijna 11:30 en er zijn 5 files van 5 minuten of langer op dit moment. Oké, okay, dat was heel, even heel raar met mijn auto. Oké, ze zijn dus met de files bezig. Ik ben dus vertrokken naar mijn vriendinnetje toe. Tot zelfs appartement. Want ik moet nog een en ander ook nog doen. Ik heb blijkbaar nog een e-mail van mij in mijn e-box ontvangen. Die moet ik ook nog zelfs bekijken. Wat dat allemaal juist inhoudt.
ben maar al blij dat ik al terug wat beweegzamer ben in mijn lichaam. Want de voorbije weken, geef ik eerlijk toe, de voorbije weken was het een hel. Ik ga dat echt toegeven, dus hoe het verloop is geweest van de weken wanneer dat ik ben offline ben geweest. Dus geen vlog zou ik hebben. Ik heb heel veel in mijn bed gelegen, echt waar. Ik zweer het jullie, ik lieg daar niet, ook niet om. Ik heb niet veel verplaatsingen gedaan en al. Alleen ja, daar is een keer wat mijn vriendinnen kreeg gaan halen. Maar ook wel dan telkens een keer wel heel veel gerust in mijn lichaam. Amai, een vrouwelijke chauffeur, dat zie ik ook wel niet rauw. Zo achter een camion. En dat vind ik wel heel goed. Dat er ook vrouwelijke chauffeurs tegenwoordig zijn in het land. Nu even oversteken. Voilà. Ja, dat vind ik wel eigenlijk wel heel goed. Dus, en ik was over dus, dat ik ben offline ben geweest, hoe ik heb dat ervaren heb. Het is niet leuk. Heel veel plat gelegen, ook met warme dag. Ik heb ook wel buiten gezeten. Ik ben ook eens één keer gaan wandelen. Maar die ene keer gaan wandelen is ook voor mij fataal geweest. Want dat heb ik ook gisteren in mijn Q&A ook gezegd. Dat was de eerste vraag van Doekie van te wandelen. Ja. Pijn tot en met. Oh, jong meneerke achter mij. En ze rijden hier echt niet door in de Judijstraat. Hier in Alken. Dus ja, veel plat gelegen, dus bij wij gaan wandelen. Ik ga daar even daar wat terug over hebben, dus niet hak over de tak gaan springen. Dus ik ben gaan wandelen, dus wat ook de kinesist mij heeft aangeraden, 5 tot 6 kilometer gaan wandelen. Ik wou dat gaan doen. Lag daar zeker toch geen boom onver op onze wandelroute. Die was heel mooi afgeknaagd door een bever. Ik wou dat eens echt gaan inspecteren hoe mooi dat hun dat doen, die diertjes. Maar, jammer genoeg, zeg meneer, heb je geen geduld of wat? Ik ben niet. Dus, was ik daar gaan inspecteren en al. En toen wou ik terug vertrekken voor gaan te wandelen. Dus onze wandelroute verder zetten en al. Maar jammer genoeg, trap ik dan zeker toch niet in een beverrol. Joink, ik was een kilometerke daaronder gezakt. Ik was echt een kilometerke daaronder gezakt. Ja, dat was dus een onverwachte beweging. En ik zeg het u, dat deed niet goed. Dat deed echt niet goed aan mijn rug. Ik heb daar gelegen van de pijn. Ik denk 10 minuten. Want zelfs mijn wandelmaatje, Chris, die wou zelfs de 112 bellen. Voor toch daar terug foto's van laten te nemen. Ik zeg nee, dat hoeft niet, dat hoeft niet. Dat komt wel allemaal wel goed. En uiteindelijk is het ook goed gekomen. Maar ja, ik zit wel heinig wel met de pijn. Ik zat wel heilig met de pijn in mijn rug. Dus dat is er ook voorgevallen tijdens mijn offline. Volgend jaar zomer ga ik sowieso mijn uiterste best doen om ook wat wandervlogs neer te zetten of al pretparkvlogs. Dat zien we dan ook nog wel, of al misschien wat zwemvlogs, wat jullie heel zwaar hebben achtergevraagd hebben. Ik ben er allemaal mee bezig. Ik ben er nu volop mee bezig voor hoe ik dat allemaal ga inplannen en al. Ook als ik ga werken en al. Ook voor wat autovlogs te maken, zoals deze hier.
vind dat leuk en al. Dus dan kan ik, terwijl ik ook aan het rijden ben met jullie en terwijl ik ook op de baan aan het letten ben met jullie, om met jullie praten. Oh, hier stond dus een... Nee, toch niet. Ik dacht een autostop. Ja, ik heb mijn wijs... Dat is zo echt waar, hè. Ik heb het al heel vaak meegemaakt, dat als ik mijn wijs niet heb aanstaan, dat er redelijk veel auto's ook aan de kant staan, maar ik niet dat meld op wijs van opgepast, er staat een voertuig op de bijstrook aan de kant. Ja. Het is goed. Voilà, ik kom straks af aan bij mijn vriendinnetje. En dan zie ik jullie allemaal straks terug. Dus dan kan ik nog verder even werken aan mijn papierwerk. Dus gelijk mijn e-box, mijn e-mail wat beantwoorden. Noem maar op. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 yo. Amai, dat is goed gezakt. Het zit al onder de euro 50 al. De Super 95 waar ik mee rondrijd nu. Niet meer met diesel, maar nu wel met een Super 95. En wat voor een nummerplaat hebben we hier weer al voor mij rijden. Als het rood is, kan ik ook mijn cam uitzetten. Ik vind dat wel een gave nummerplaat. Hof. H-O-F. Voilà, ik zie jullie allemaal straks eens terug. Hier is nog de nummerplaat. Zit Hof. Allee, tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Zo, we gaan ook eens een klein matchje Rummy Cup spelen. Wel, ik ga eens, dus heel lang is geleden dat ik nog eens, waar is die doosje voor mijn medicatie, de scores aan jullie ook heb doorgegeven. Mijn medicatie even op de medicatiedoos aan het leggen. Wel, ik heb hier redelijk wat bladeren hangen, jullie zien dat, redelijk wat bladeren. Chris, Bea, Dimi, Dimi, Chris, Cindy, Dimi, Cindy, Chris, Bea, Bea, Dimitri, Dimitri, Chris, Bea, Chris. Oké, we gaan eerst vanaf van de bovenste beginnen. Dat is vanaf 6 april begonnen. Daar heeft Chris 10, 15, 16, 17, 18 punten gewonnen al. Bea, 6 en ik nog maar 3. Hier 0 ik, Chris hier 5, 6 eigenlijk al. En Cindy 0. Hier ik 1, Cindy 0, Chris 0, Bea 0. Hier, ho, 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 ho. Hier zijn de lijntjes hoor. 10, 20, 30, 40, 45 wedstrijden heeft Bea al gewonnen. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34. Ik, hè. Dus ik zet daar ook weer al achter. En hier bij Chris ook. 10, en Chris hier, 10, 20, 30, 35, 36, 37. En dan hier nog Bea Chris, Chris 2. Ja. Ah ja, en mensen, abonneer op mijn kanaal. En dan ga ik ook nog even een kleine ding doen. Ook voor een bepaalde iemand. Jullie gaan het hier nu zien. Zo, een paar seconden. Ik ga ook dan zo even zo blijven zitten. Dus dan kan ook de logo hier dan perfect erbij blijven. En dan heb ik dus over, ja, CULAN. Hè. CULAN, die gaat binnenkort door. Dat is de Halloween editie. Dus gaat door op 8, 9 en 10 november. 8, 9 en 10 november. Daar ben ik ook aanwezig. De adres is de Spiraal Zakai 29.9500 Gerardsbergen. De ticketsprijzen is zonder ontbijt 55.
Met ontbijt is het 60 euro. Dus ik ga sowieso één ding zeggen. Dat is, koop alsjeblieft je ticket met ontbijt. Omhoog, je spaart daar geld mee uit. 5 euro. Want als je zaterdag voor ontbijt gaat, kost het je 5 euro. En zondag kost het je 5 euro. Maar als je bijvoorbeeld het ticket er gelijk mee betaalt, met het ontbijt, kost het je 60 euro. Maar dan heb je wel één keer gratis ontbijt. Top! Top. En de sponsors van die lamparty zijn ahead.it.eu, Noctua, en dat is het. Meer zie ik dus hier niet op die website staan. Dus waar compost kan daar aanwezig zijn, dat weet ik dus niet. Blobby Volley, Darts, Rocket League, Counter-Strike 2, hoogstwaarschijnlijk. Dus als je je wilt inschrijven, is het www.cu-lan.be. Ik herhaal, www.cu-lan.be. En dat is dan niet het enige waar wij naartoe gaan. Dus ik ga me even nu terug in het midden zetten. Dus de logo is nu verdwenen. En dan gaan we nog naar een LAN-party toe. En nog naar een gaming evenement. Goed, miljarden onder duur. Het stopt toch niet meer met Psycho TV. Ah wel, de volgende LAN-party is... Dan wil ik weer al mijn beeldje even aan gaan zetten. Hier is de logo. Jawel, XLAN. XLAN 2.21. Deze gaat door op 27, 28, 29 september 2024. De ticketprijzen is nu aan 45 euro en aan de deur is het 55 euro. Waar gaat het door? Aan de OC De Brug in Kijkstraat 121, 38, 50 Nieuwerkerken. Dus ja, er zijn nog maar twee LAN-parties hier in Limburg, dus profiteer er maar van. Ja, er is terug een tweede LAN-party gekomen hier in Limburg, dus dat is top. Dat is BWF-LAN, die is ook teruggekeerd. Dankjewel dat jullie ook teruggekeerd zijn in de gaming scene. Wat moeten jullie nog weten? Welke compos gaan er gespeeld worden? Dus dat staat dus niet online. Dus dat gaat hoogstwaarschijnlijk ginder te plaatsen gespeeld worden. Want ik ga het wel eens even voorlezen, want dan moet ik het wel gaan vertalen. Dat staat in het Engels. Want ik wil het wel in het Nederlands zeggen. Bij XLAN draait alles om leuke competities. Elke editie presenteren we ongeveer 8 competities in verschillende genres. Deze spellen zijn meestal gratis te spelen. Of wij bieden de games aan zodat iedereen eraan kan deelnemen. Bij inschrijving kunnen ze kiezen aan welke spellen ze mee kunnen doen. Het is niet verplicht om aan een compo mee te doen. Maar... hoe meer wedstrijden je inschrijft, hoe meer kans je maakt op prijzen. Bij elke spel kunnen punten worden verdiend. Hoe hoger je scoort, hoe meer punten je krijgt. Zelfs als je laatste eindigt, ontvang je nog steeds een minimum aan punten. Nadat alle scores zijn opgeteld, ontvangen de topspelers een van de prijzen van onze sponsors. Registratie voor de competities en het schema worden tijdens het evenement op onze Intra-site bekendgemaakt. Indien u na inschrijvingen niet deelneemt, telt uw score niet mee voor uw eindscore. We hebben een aantal terugkerende competities zoals pokeren en PC gooien. Maar voor de andere houden we het fris en wisselen we verschillende spellen af. Deze houden we geheim, zodat iedereen kans maakt om te winnen. Dat is wel echt heel mooi gedaan hoor, van XLAN. Als je wilt meedoen op XLAN, dus ik ga nog eens een keer zeggen. Deze gaat door op 27, 28 en 29 september 2024. De ticketprijs nu is 45 euro's. Je kunt u daar ook altijd inschrijven onder. Eens even kijken hoe we daar zijn ingeschreven. De Psycho TV Fun Team. Dus als je wilt meedoen, schrijf je in dan onder Psycho TV Fun Team, voilà. Dit waren dus de LAN-parties. Nu ga ik terug richting mijn dagelijkse leven. Dat is dus, ik ga nu Rummikub spelen tegen mijn allerliefste vriendinnetje. Ja, mijn lief. Mijn schatje van de ganse wereld. Die niemand te vervangen valt.
Zo'n schatje is het. En ze maakt ook wel eigenlijk heel mooie tekeningen. Echt waar, heel mooie tekeningen. Daar ben ik haar ook nog altijd heel dankbaar voor. Maar nu ga ik proberen te scoren tussen mij en Bea te beperken. Want ik sta achter en ik ga proberen nu te winnen. Top. Voilà. Ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Dus tot straks allemaal. En ah ja, by the way, voor de vlog te uploaden, 2:10. Wauw. Dus ik ben nu nog altijd momenteel weer bezig met ook met uploaden en al. Dus ja. Ik ga ook nog even zeggen wat ik ook nog ga eten. Yay! Kellogg's. Choco. Nee, of Coco Pops. Of Chocos. En daar kun je blijkbaar een set Uno kaarten ook mee winnen. Cool. Daar gaan we zo eens aan meedoen, hè. Voilà. Dus wat heb ik dan nodig? Melk. Voor elk. Tadam. Lekkere frisse melk. Dan heb ik ook nog een kommetje nodig. Voilà. Dan heb ik ook nog een lepel nodig. Ik doe het altijd met een soeplepel. En dan ook nog een schaar. Een schaar voor ja, de verpakking los te knippen. Zo bukken, dat doet voor mij nog altijd wat pijn. Au, 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 au. Ik ben blij dat ik ook nog die warmtekruk gebruik. Zie je, dat doet deugd. Dat doet echt heel deugd. Zet dat er binnenin. Dat kan dat vandaan scannen. Nee, dus dat moet je langs buiten doen. Scan here. Oké. Okay. Ja, dat zou ik eens scannen via mijn GSM. Dus dan doen we dit gewoon open. Voilà. Mooie schuine kant opengesneden. Een kommetje vullen. Voilà. Dan draaien we dat goed toe. Wat ik ook altijd gebruik voor dat zo heel goed toe te houden is. Ik zie het momenteel niet liggen. Ik ga het gewoon halen. En voilà, ik ben al terug. Ja, jawel, stiktape. Waarom? Dan blijft dat ook goed toe. Voilà. En dan doen we dat hier gewoon op het uiteinde. Vast. Voilà. En dan blijft dat perfect ook toe. Lifehack. Voilà, een lifehack voor jullie. Dan zeg je dat gewoon ook terug in de doos. Ja, en daar is op de achtergrond mijn allerliefste schat. Dus dan doe ik nu nog gewoon hier de melk op. Ik ben jullie wat erbij aan het nemen. Zie, dat is lekkere melk. Melk. Oei, ik heb gesmolderd. Ja. Maar er zit niet ergens keukenrol. Ja, hier is keukenrol. Achter u. Ja. En langs u. Ja. Dus en nu ga ik... Als jij de kommetje oppakt, dan veeg ik het af. Ja, zie, dat is wat zij allemaal doet voor mij. En dan kun je die daar zo opleggen. En dan kan ik daar perfect van eten. Voilà. En dan kan ik nog eens modderen. Top. Nee hoor. Ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Dus even gauw eten. Rummikupke. Ik wil iets doen samen met u. Wilt jij een beeld? Nee. Nee, oké. Ik wil wel het... Jawel... Oké, okay. Nee, nee. Oké. Okay. Doe maar. Oké. Okay. Yo. Sissy. Sotjes. Ja. En ik zag mensen. Ja, ik ben nieuwsgierig, mensen. Wie altijd zo wat buiten rondloopt en al.
Oh, van hier gebeuren zo van vele zaken ook aan de auto's en al, dat niet normaal pluis is. Maar ik ga jullie laten nu. Tot straks allemaal. Yo. Zo mensen, we zijn dus aan Rumicup dus geslagen geraakt. Ziet dat is hier. Ze probeert ook nog uit te geraken. Dit zijn nog mijn blokjes wat ik nog heb. En ik weet dat er ook een schermpje vooraan is. Dus daarom dat ik ook heel snel ook omswitch. Ik keek zelfs niet. Ah, oké. Okay. Dan ook nog even iets over Discord. Ik heb daar een kleine tekstje neergeplaatst over de optelkanaal. Bericht aan iedereen over de optelkanaal. Ik ga de fouten bijhouden. Als je 10 keer iets fout daar in het kanaal hebt gepost, ga ik daarin kunnen deactiveren. Dus speel het spel goed en alleen maar getallen. Geen rekensommen, daar heb je geen afbeeldingen daar. Dan weten jullie dat. Vanaf nu tot heden ga ik het bijhouden. Gelieve het spel leuk te houden voor iedereen. Wil je wil ooit wel eens de 100.000 daar wel willen aantikken? Dankjewel. En daar heb ik natuurlijk jullie hulp bij nodig. Dankjewel voor de aandacht. Voilà. Dus als je naar de Discord wilt, de link staat hier onderaan in de beschrijving. Ik zou zeggen, kom gerust mee chatten. En abonneer op mijn kanaal. En ondertussen tijd zijn we ook naar Q-Music aan het luisteren. Ik klem je aan het kijken. Ik dan met Rumicup, samen dan met haar. En nu ga ik verder doen. Of anders wordt het te saai of dat ik te veel met jullie bezig ben. Later opstaan, kunnen ze toch kijken? Ja, dan moet ik mijn houderke, die ligt nog in een auto. Die zal ik dan wel morgen dan eens meenemen naar hier naar binnen toe. Maar dan kan ik daar nog eens een... Zo tegen de... Nee, dat heb ik al geprobeerd. Dan ziet je dat allemaal niet. Dus, want de houder die staat daar en dan komt dat perfect over naar de tafel toe. Ze heeft goede ideeën. Ze heeft echt goede ideeën. En top. Dan met geluid, dan kunnen ze ook met elkaar praten. Oké. Okay. Allee, mensen, tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Zo, Rumicup is gespeeld. Wie is weer al de loser? Jawel mensen, jullie kunnen het weer al eens raden. Moi, ik. Jawel, ze heeft heel goed gespeeld. Ik was heel krap uitgekomen met mijn blokjes en al. Maar er kwam zij in één keer uit, een paar beurten heen en weer nog gespeeld. En in één keer speelt zij volledig uit. Hè. De eerste beurt had ik nog maar één blokje over. Ah ja. En toen, de tweede beurt, was ik uit, want jij hebt mij toen die 3 opgelegd. Die 2 kon ik van hier nemen en die 1 had ik. Voilà, en toen was ze uit. Ja. En wat dit hier betekent, dat is gewoon kleursverandering. Dus 2, kleursverandering 3, 4. Hier juist hetzelfde. 11, kleursverandering 12, 13. Hebben we hier dan nog een? Dat is gewoon de klassieke joker. Nee, en de dingen hebben we nog niet op liggen. De spiegelbeeld. Nee. En de spiegelbeeld. Dan zal ik eens kijken, gauw. Als ik hem... Hier. Dat is dus... spiegelbeeld. Spiegelbeeld. Wat houdt dat in? De pap bijvoorbeeld 11. 11. En dan 11. En dan moet je... Hier zo bijvoorbeeld zit spiegelbeeld doen. Hier dan weer zo 11. En dan heb je hier 11. Maar je mag niet hier dan bijvoorbeeld... Ja, doe maar. Dus dit mag, want ziet dat is spiegelbeeld. Maar je mocht het eigenlijk niet zo leggen, want dan is het geen spiegelbeeld. Ja. En dan hadden we nog een joker. En dat is de dubbele. Ik tel voor 2. Ja, en die vind ik dus even niet. Allee, dat kan toch eens nu eens niet. De gewone joker, vind ik wel. Hier. Ah, voilà, hier. Dat is dus, die telt voor dus 2 blokjes. Dus pap bijvoorbeeld, leg je eens hier zo aan. Dus 7, 8. Ja. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier moet dan een 9 achter. Voilà. Bijvoorbeeld. Ja. Voilà. Zo. Dit is, hoe noemen ze die Rumicup? Rumicup. Hier is ze. The original Rumicup brings people together. New jokers. New rules, new fun. Van 2 tot 4 spelers en vanaf 6 jaar te spelen. Voilà. Ik ga jullie nu laten. We gaan nog eens een keer nog een spelletje spelen. Ik ga er proberen nu haar wel eens van
de kaarten spelen. Laat zien volg jij hoeveel ik heb en hoeveel jij hebt. Ja, dat heb ik al laten zien aan de mensen. Ja, ik denk niet dat je mij ooit gaat inhalen dan. Oh, jawel. Ooit zal dat wel nog eens lukken, dan moet ik wel redelijk veel gaan spelen. Bij u en de anderen lukt het toch ook bijna nooit. Dat is ook weer al waar, want bij Chris sta ik redelijk ver achter. Ja. Alleen waar ik voor sta, is hier op deze blad. En dat is van Dimi, Cindy, Chris, Bea. Voilà. Ik ga jullie niet laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Jullie kennen deze teken zeker? Jullie kennen deze teken zeker? Jullie kennen deze teken zeker? Ja, ja. Met een loser. Oh cool, ik wist niet dat Matthias van den Bulke een meisje was. Kijk maar. Daar staat Matthias van den Bulke en... Vergeet het te veranderen. Oei, cute. Nee, dus ja, ik ben weer al een loser, dus ik moet weer een streepje trekken bij mijn allerliefste schatje. Megada? Wat? Dat ik je liefste schatje ben. Nee, dat meen ik niet. Dat dacht ik al. Ik meen dat super echt. Niet gij? Ik ben moe, dat weet ik. Ah wel, dit waren dus nog mijn blokjes. Wat nog over waren 1, 2, 8. Ik zal het zo doen. 1, 2, 6, 8. Kijk eens wat hier mooi op tafel ligt. 6, kleurverandering 7, 8. 2, 3, 4. 11, 11, 11. 3, 3, 3. 10, 11, 12, 13. Spiegelbeeld 13. Klopt. Klopt helemaal. 1, 2, 3, 4 klopt, 12, 12, 12 klopt, 1, 2, 3 klopt, 1, 1, 1 klopt, 5, 6, 7 klopt, 2, 3, 4, 5 klopt, 9, 10, 11, 12 klopt, 13, 13, 13 klopt, 7, 7, 7 klopt, 5, 5, spiegelbeeld, 5, 5. Voilà. Ik weet niet hoe ik dat flikker dat ik tegen u ben. Ja, ik weet het ook niet, schat. Hoe doet je dat toch? Haar gezichtje. Ah, het is aangepast. Ziet dus Jolien Roets nu op de televisie. Voilà, hallo Jolien. Uit de Q Beach House, nog uit Oostende. Mensen, ik ga nu even een klein rustmomentje inlassen. En dan ga ik weer al verder doen. Hoe of wat er nog op de planning staat. Dat zie ik zelfs wel allemaal. Maar er is ook nog een gesprek. Wat voor een gesprek? Dat laat ik in het midden. Voilà. Tot later allemaal. Yo, yo, yo. Mannetjes. Het is al godverdomme toch weer al warm. Hè? Ja. Ik ben weer bij de kast aankomen. En natuurlijk. Ik kan eens eentje uit het middenste stuk nemen. Voilà. Welke burenland zweert bij de luizen... Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. Broederlijkheid. Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Frankrijk. Welke legendaris walvis nam kapitein Ahed mee naar de diepte? 5, 4, 3, 2, 1. Moby Dick. Welke functie bekleedde Sitting Bull, zittende stier bij de Sioux? 5, 4, 3, 2, 1. Opperhoofd. Waarvan was de Amerikaan Ford de eerste massaproducent? Producent. Heb je dat vlees in huis in het diepvries? Dat weet ik niet. Ja, maar mijn frifvet moet ook nog ververst worden, hè? En ik heb nee, nog geen... Ik bedoel wat ik met kip of zoiets kan maken. Ah, nee, dat heb ik niet. Dus, waarvan was de Amerikaan Ford de eerste massaproducent? 5, 4, 3, 2, 1... Auto's. Welk soort dier was de kloonmoeder van de wereldberoemde Dolly?
5, 4, 3, 2, 1. Schaap. In welk sporttak is Michael Jordan de meest bekende? 5, 4, 3, 2, 1. Basket. Voilà. En ondertussen tijd is ook dan mijn eten klaar. Dus daarom dat ik dat heb gedaan. 3, 4. Ik heb wel rijst en currysaus, maar... En geen kip? Nee. Of al op mij, maar... Ofwel... Ah nee, daar heb ik ook handen meer. Die worstjes, wil ik zeggen. Nee, die heb ik ook handen meer. Nee, ik heb hier niks in huis. Anders had ik iets klaargemaakt. Ja, ah, dat is curry. Nee, ik heb hier echt niks in huis. Een sandwich. Uw brood. Die is slecht. Maxi Kellogg's. Dat durfde ik al niet te nemen omdat ik thuis gebeurd schiet zijn. Nee. Pak maar dat je iets hebt gegeten. Mijn beroemde lepel. Ik ga wel hier even... Dat kan de maandag. Wat? 31.01.2025 en deze is tot 24, dan moet deze eerste. Ja, deze is tot eind van deze jaar en die is tot 25. Begin einde van de eerste maand volgend jaar. Dan ga ik die eerst nemen en die eerst. Ja. Dus mensen, wat heb ik nu toch weer voor het eten? Spinazie met aardappelpuree. Met appelmoes, dat zit er ook al onder. En chipilata. Laat ook zien dat ik mijn eigen melk heb. En ze heeft haar eigen melk. Ze gaat dus chocopops eten. Dus cornflakes, ja. Dus bon appetit! Hier zo op de achtergrond heb je nog zo wat de Q-music. Ik had dat juist even wat gehoord. Q-music nog bollen. Ga ik de vlog in elkaar steken, dus ik ga hier ook al de vlog beëindigen. Ik dank je wel, want ik, kijk eens, ik heb gisteren ook nog eens de afwas daar gedaan. Dus dat is ook alweer al weg. Dus dan weten jullie dat. Dus ik zal zeggen, zoals altijd, vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet zeker en vast hier niet te abonneren, abonneer. Zodat ik blijf doordoen met vloggen. Hoe meer abonnees... Dat motiveert mij terug om vlogs te maken. Dus mijn motivatie gaat dan terug wel omhoog. Voilà, bij deze laat ik het u ook weten. En dus Liam van Haverbeke, die nu aan het draaien is in de Q Beach House. Want ik heb ook naar Tom de Kok geluisterd. Hij maakt ook heel goede radioprogramma's, dus dat is top. Dus vergeet zeker en vast hier en al niet te abonneer. Vergeet ook niet om het belletje te drukken, dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video, livestream of iets anders aan de gang is op mijn YouTube kanaal. En voor de rest, ja, zoals altijd, met het afsluiten van mijn vlog, ik ga jullie neerzetten. Yo.